Ik ben Kelly Jonker, 27 jaar en spits bij Amsterdam en Nederlands elftal. Ik ben in januari met Nederlands team naar Spanje gegaan. En toen we terugkwamen daarvan ben ik naar Zambia geweest met Amsterdam. En toen we terugkwamen ben ik de week daarna geblesseerd geraakt aan mijn schouder. En dat bleek uiteindelijk zo ernstig dat ik in maart geopereerd ben. Ik moest de eerste 4 weken moest ik in een Mitella zitten. Mocht ik mijn schouder helemaal niet bewegen. En daarna moest ik nog 2 weken rustig aandoen. Omdat ik kraakbeenschade had. En dat moest ook nog wel goed helen. En vanaf die 6 weken periode ben ik langzaam gaan opbouwen met krachttraining. En ondertussen kan ik ook weer een beetje rennen. Ik merk gewoon zeker de laatste paar weken dat ik veel sterker aan het worden ben en dat mijn schouder gewoon heel goed en rustig voelt. En dat is voor mij een goede graadmeter. Toen ik net uit die Mitella kwam, toen kon ik eigenlijk vrij weinig. Na 4 weken hem niet gebruiken heb je bijna geen kracht meer in je arm. En hij heeft natuurlijk gewoon vastgezeten, dus hij is gewoon heel stijf. Dus ik moest echt heel veel mobiliseren door de fysio, heel veel bewegen, zodat die mobiliteit weer helemaal terugkwam. En ik zit nu denk ik gewoon op 95% mobiliteit is gewoon weer terug. Dus het gaat echt nog om de laatste procent om dat weer helemaal terug te krijgen. Als je 12 jaar lang, of tenminste 11 jaar lang, de play-offs hebt mogen spelen om dan vervolgens een keer niet te mogen spelen. Ik vond het heel lastig, want het is anders dan een toernooi wat je mist. Want dat is in een week of in 2 weken klaar. En dit is een heel proces waar een team eigenlijk al een paar weken voordat de play-offs begint naartoe leeft. En je probeert een manier te vinden dat je toch een bijdrage kan leveren aan het team. Maar uiteindelijk sta je langs de kant en kan je niks. Dat is heel moeilijk, want ja, het is je team. Je wil ze helpen, je wil in het veld staan. Maar het kan gewoon niet. Het revalideren doe je echt voor jezelf en om zelf weer fit te worden. En het kan heel eenzaam zijn. En gewoon het niet kunnen hockeyen, dat mis je gewoon heel erg dan. Het is heel gek dat Oranje nu gaat beginnen aan het traject naar de HBL en dat je die periode moet missen. Ja, ik heb me er wel natuurlijk op kunnen voorbereiden de afgelopen maanden dat ging gebeuren. En het scheelt wel dat ik nu in een fase van mijn revalidatie zit waarin ik zelf ook veel kan doen. En dat ik ook merk dat je steeds dichterbij weer komt. Maar het is gewoon gek straks als de HBL begint en je ziet die meiden op het veld staan. En ja, het liefst wil je daar natuurlijk ook gewoon staan. Maar het geeft ook alweer een extra motivatie. Dat ik weet waar ik het voor doe. En als ik gewoon hard blijf werken, dan hoop ik gewoon snel weer te kunnen aansluiten. Mijn grote doel is nog om het EK te spelen in Amsterdam. Het zou gewoon een heel mooi cadeau zijn als het eigenlijk voor mij persoonlijk een rotseizoen. Dat het gewoon nog lukt om het EK te kunnen halen en het seizoen toch nog mooi te kunnen afsluiten. Ik moet natuurlijk met ballistiek op een gegeven moment weer gaan beginnen. Mijn schouder moet daar goed op kunnen reageren. Dat is gewoon nog de vraag die gaat komen. En mijn schouder reageert nu goed op krachttraining. Rennen gaat heel goed. Alleen het wordt echt het laatste stapje naar hoe gaat het hockeyend. Als je een duel ingaat en je krijgt een beuk tegen je schouder of je valt. Dat zijn wel voorwaarden waar mijn schouder goed doorheen moet komen. Wil het een reëel doel zijn om het EK te gaan halen? En daar komen we over een paar weken achter. Augustus is wel de datum waar ik natuurlijk de laatste maanden voor werk om die te kunnen halen. Voor mij nu is het een reëel doel, maar er zijn nog een aantal stappen die ik moet zetten. Dus het is gewoon nog van heel veel factoren afhankelijk of ik daar uiteindelijk ook 18 augustus ga staan. Maar voor nu heb ik er wel heel veel vertrouwen in dat het gaat lukken.